Welkom bij de Sanne Vaassen podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Soms heb je dat, dan ontmoet je iemand en denk je, wauw, jij bent een tof persoon en we hebben zoveel raakvlakken. Margriet de Schutter kwam op mijn pad via social media en ik had zoiets van, haar wil ik graag interviewen voor mijn podcastshow. Want zij heeft een mooi verhaal en dat vind ik de moeite waard om te delen. Dus in deze podcastshow deel ik verhalen van mensen die tegenslagen hebben meegemaakt, hoe ze hiermee om zijn gegaan, hoe ze hun energieniveau managen en hoe ze ervoor zorgen dat ze echt kunnen pieken, topprestaties kunnen leveren. Margriet heeft er alles aan gedaan om de Olympische Winterspelen te behalen. Alleen, dit is helaas net niet gelukt. Margriet neemt ons mee in haar weg naar de top en vervolgens de weg naar sportcarrière en wat ze nu doet. Ze heeft echt een enorm mooie missie. Ze heeft een schitterende documentaire gemaakt over haar sportcarrière. Echt over de mooie dingen, maar ook de minder mooie dingen en wat en waarom vooral sport soms niet altijd even makkelijk is. Nou, dit is echt een heel mooi interview over het leven. Margriet is echt een enorm leuke dame. Ik kan jullie verzekeren, dit wordt echt een enorm mooi interview. Nou, voor nu nog, voor jou, voor de luisteraar. Jij maakt kans om deel te nemen aan een leuke, toffe Mountainbike Clinic, derde kerstdag. Wat je hiervoor mag doen is, tag mij op het moment dat jij mijn podcast deelt op social media. En wie weet ben jij derde kerstdag erbij. Ik ga iedere week een kaartje verloten. Mocht je sowieso erbij willen zijn, nou, dan kan je je ook aanmelden via onderstaande link. En begin januari komt er een toffe challenge weer aan. Ik ga samen met jou 2019 starten, zodat jij vol energie datgene kan doen waar je van droomt. Je gaat je fucking dingetjes afstrepen. En ik ga ervoor zorgen, of jij gaat ervoor zorgen, dat jij in beweging komt. En ik ga je daarbij helpen hoe je dat vol energie kan doen. Veel plezier. En ik hoor graag wat je van deze podcast aflevering vond. Nou, luisteraars. Deze keer ben ik weer op een andere mooie plek. Op het moment dat je dit via YouTube kijkt, zie je dat we in Van der Valk zitten. Wij zitten in Zwolle. En deze keer met Margriet. Welkom. Dag, welkom Sanne. Ja, leuk jou om het echt te ontmoeten. En fijn dat je tijd van mij vrij hebt gemaakt. Ik ben eigenlijk altijd, de eerste vraag die ik aan mijn gasten stel is, waar word jij gelukkig van? Wauw, dat is natuurlijk wel een hele diepzinnige vraag eigenlijk. Waar ik op dit moment heel gelukkig van word, merk ik op zakelijk gebied dan voor groepen staan, presenteren, lezingen geven. Mm-hmm. En daarnaast merk ik dat ik nu inmiddels gestopt ben met shorttrack schaatsen, dat ik juist ook wel heel erg kan genieten juist van de momenten bijvoorbeeld met mijn vriend of met vrienden, familie. Dat je gewoon iets meer tijd voor hebt. Van je sociale contacten. Want destijds, hè, je zegt ondertussen, heb je 8 jaar geleden gestopt met jouw shorttrack carrière. Ja. Had je toen daar geen tijd voor? Nee, eigenlijk niet. Nee, je bent gewoon op een duur 2 tot 3 keer per dag aan het trainen. En, nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen volgens mij. Dus op een duur snappen zij dat ook. Of tenminste de mensen die het niet snappen, die gaan eigenlijk automatisch verdwijnen ze ook een beetje helaas. Of toch uit je leven. Ja, ja. Want dat gaat helaas gewoon niet. Nee. Dus dan, het contact ging voornamelijk via social media of bellen. Daar hadden we toen mee te doen. Ja, dus leuk, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. En waar ik ook nieuwsgierig naar, je zegt gelukkig staan voor groepen. Geeft dat jou ook zoveel energie om voor groepen te staan? Ja, ik merk dat het een beetje vergelijkbaar is met het moment. Mm-hmm. Bij schaatsen in ieder geval, als de starter je naar de startstreep roept. En roept ready. Bang! Ja, bang. Dat moment van die spanning en de spanning en misschien ook wel onzekerheid van, oh, hoe gaat het?
ja, hoe ga ik het doen? Komt het eruit wat er in me zit? Komt het eruit wat ik voorbereid heb? Hoe zijn de omstandigheden, die spanning? En dan uiteindelijk het daadwerkelijk doen. Ja, dat vind ik onbeschrijfelijk mooi. Gaaf. Dus, en dat roept op het podium staan weer op natuurlijk. Dat je weer... Ja, en daar ook alles in willen geven. Dus ook niet de kantjes van af willen lopen. Of daarin ook constant iedere keer kijken. Oh, wat kan ik verbeteren? Wat spreekt aan? Hoe kan ik de doelgroep het beste bedienen? Elke keer dat soort vragen kijken van wat werkt het beste? Dat jezelf overtreffen iedere keer weer. Ja. Ja, mooi. Ja. Want voor de luisteraars, dat is misschien wel eventjes mooi om mee te nemen. Je bent 8 jaar geleden gestopt met je shorttrack carrière. Vancouver net niet gehaald. Nee. En vervolgens heb jij een enorm waanzinnig mooie documentaire gemaakt over je sportcarrière. En op dit moment heb je ook een eigen platform, extopsporter.nl, waarbij je andere topsporters of je ex-topsporters inspireert. Oké, hoe kan je die overstap beter maken? Een boek heb je geschreven. Ja, klopt. Je staat op het podium. Wat mis ik nog meer? Volgens mij vat je het heel mooi samen zo. Zo, mooi man. Ja. Je hebt een hele mooie boodschap. Hè? Ook aan de ene kant dat je de sporters mee wilt helpen. Van oké, hoe ga je die transitie maken? En ik heb daar een hele mooie afsluiter opgeschreven over van jouw documentaire. Jullie sluiten die af met een quote. Daar ga ik zo meteen, die vraag ga ik zo meteen stellen. Je weet waarschijnlijk al wat die vraag is. Maar ik ben even nieuwsgierig. Je bent in Groningen geboren, maar was het vanuit jongs af aan duidelijk dat jij voor het ijs gemaakt was? Nee, eigenlijk niet. Het was wel dat ik het heel erg leuk vond. We woonden op een boerderij en om de boerderij er was een gracht. En toen leefden we nog in de jaren dat het iedere winter vroor. Dus dat mijn ouders en mijn broer en ik alle vier wel op het ijs te vinden waren. En ja, mijn ouders, mijn broer en ik ook wel meenamen op het ijs met van die ijzertjes onder achter een stoel. Ja, je weet leuk. Hoe dat gaat. Ja. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En we vonden dat eigenlijk allemaal wel heel erg leuk. Op een duur werden dat ook wel toertochten door de provincie. Leuk. Met echt familieuitjes. Ja, ja. En ondertussen vond ik tennissen ook heel leuk en ballet. En eigenlijk allerlei verschillende sporten. Ja, als ik daar nu zo op terugkijk, denk ik dat ik mijn ouders daar heel dankbaar voor ben. Dat eigenlijk niets te gek was. En alles wat mijn broer en ik wel leuk vonden, dat we dat mochten ontdekken. En daar de kans ook voor kregen dat ze echt ons overal naartoe reden. En, mooi. Ja, dus dat eigenlijk is dat spelenderwijs zo gegaan. En hoe ben je dan uiteindelijk bij shorttrack uitgekomen? Uiteindelijk was er, of deden mijn broer en ik allebei aan lange baan schaatsen. Mm-hmm. En toen was er een wedstrijd op de ijshockeybaan. Of een wedstrijdje. En als je dan bij de eerste 20 zat, dan mocht je 3 gratis shorttrack lessen nemen. En mijn broer en ik zaten er allebei bij. En zo zijn we toen uiteindelijk, mochten we 3 gratis lessen volgen. En we waren eigenlijk allebei meteen wel verkocht. En zijn we eigenlijk zodoende met shorttrack in aanraking gekomen. Want shorttrack, ik heb een keer de shorttrackers ontmoet. Ik weet niet of jij daar toevallig nog bij was. Het Nederlands team aan het trainen was in Fontremeu. Op het moment dat ik daar op hoogtestage was. Ik weet niet of je daar zelf ook ooit... Dat was net de groep zeg maar voor mij. Ah. Dus net de oudere groep zeg maar. Ja. Jeroen... Hij is denk ik nu nog bondscoach. Maar ik weet dat shorttrack is zoveel anders als lange baan schaatsen. En zoveel anders qua techniek. Ja. Want wat is, het zijn korte rondjes. Maar wat is het verschil ook voor de luisteraars misschien eventjes? Ten eerste is het een ijshockeybaan en geen 400 meter baan. Dus dat is de afstand is sowieso al anders. De schaatsen zijn anders. Dus met lange baan schaatsen heb je klapschaatsen. En met shorttrack heb je vaste schaatsen. Mm-hmm. De schoenen staan ook hoger van de ijzers, omdat je heel vlak of eigenlijk heel, heel schuin gaat inderdaad. Yeah. Dus dan moeten je schoenen wel hoger staan, anders kom je met je schoen op het ijs. En omdat het hele korte bochtjes zijn, zit er in het ijzer zelf eigenlijk een soort van kromming als het ware en een ronding. Maar nu gaan we heel erg de technische kant op, maar dat zijn even globaal de grootste verschillen als het ware.
Het is een heel technische sport. Ja, ja, mega. Ja. En ja, ze vergelijken het soms als met de Formule 1. Dat je in de bocht ook echt die G-kracht voelt. En dat je de ideale lijn moet nemen. Ja. En wat ik dan, hè, want ik heb ze zien trainen. Ik denk ook ongelooflijk, je moet gewoon geen angst hebben. Want je staat op ijzers. Je moet heel scherp door de bocht. Ja. En wat ik ook in jouw documentaire heb gezien. Er wordt heel erg gehamerd op techniek. Ja, ja, dat is echt de basis. Als je techniek niet goed is, dan met name in de bocht. Ja, dan word je meteen afgestraft en vlieg je gewoon meteen de bocht uit. Mm-hmm, mm-hmm. Wat je bijvoorbeeld bij het lange baan schaatsen. En uiteraard gaan die snelheden worden natuurlijk ook steeds sneller. Of gaat het steeds sneller. Maar dan heb je een iets ruimere bocht. Dus word je minder snel afgestraft. En als je een hele korte bocht hebt. Ja, ieder foutje wordt uitvergroot. Dus dan, als je daar een fout maakt, dan ben je meteen gezien. Ja, ja, ja. En, hè, want wat ik ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Want hoe is die ontwikkeling dan gegaan? Hè? Je bent niet zomaar in één keer talent. Of in ieder geval in potentie om naar de Spelen te gaan. Nee, klopt. Het was eigenlijk wel grappig. Want op dat moment, of toen was ik een jaar of tussen mijn 6e en mijn 12e. Mm-hmm. Combineerde ik eigenlijk het tennissen met het shorttrack schaatsen. En deed ik het tennis eigenlijk ook best wel fanatiek. En deed ik bondstraining, toen nog in Groningen. En voor tennissen moest je dan bij de eerste 60 of zo zitten van Nederland, of 50. En ik kan me nog goed herinneren dat ik een gesprek had met mijn trainer van het tennissen. En dat ik dus net buiten die 50 van Nederland viel. Dus dat hij zei van, je moet toch, we kunnen niet door met jou, want je valt buiten die 50. Ja. En je gelooft het of niet, maar de dag daarna kreeg ik opeens een belletje van mijn trainer van het shorttrack schaatsen. Of ik mee wilde trainen met Jong Oranje. Dus dat is echt heel bizar hoe dat dan gelopen is. Dus het had zo moeten zijn. Wellicht. Dus eigenlijk is eigenlijk geleidelijk die keuze gemaakt. Mm-hmm. En vond ik shorttrack ook ontzettend leuk. Dus eigenlijk was het daarvoor, tennis en shorttrack vonden beide heel leuk. Dus, ja. En jij zei, het viel me net al op toen, hè, voordat ik de recorder aanzette. Toen zei je al van, ik doe iets vol 100%. Ja. Dus het had niet uitgemaakt of je tennis had gedaan of shorttrack. Jij was iemand die er volle bak voor inging. Ja, absoluut. Ja. En dat doe je nog steeds? Dat doe ik nog steeds, ja. Alleen nu meer in mijn werk eigenlijk, merk ik. Ja. Dus dat, ik weet niet wat het is, maar het is toch wel iets. Mm-hmm. En wat heeft dat jou gebracht binnen jouw sport? Jouw goed stukje gedrevenheid? Uiteindelijk bleek ik niet de juiste lichaamsbouw te hebben. Voor echt de wereldtop bij het shorttrack schaatsen. En de manueel fysiotherapeut in Den Haag, die dat uiteindelijk ook wel bevestigd heeft en geconstateerd heeft. Ja. Die zei eigenlijk van dat jij überhaupt op dit niveau dat hebt kunnen doen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Want je lichaam is er gewoon helemaal niet voor gebouwd om echt diep te kunnen zitten wat nodig is voor shorttrack schaatsen. Ja. Dat zag ik in de docu heel veel voorbij komen. Diep zitten, nog diep zitten. Kan ik niet. Nee, dat is nu, kan het alsnog wel een trauma zijn. Maar ik denk dat heeft wel geholpen, zeg maar, mijn fanatisme om toch schijnbaar verder te kunnen dan wat eigenlijk theoretisch mogelijk is. Ja, maar wat is er dan? Iets met jouw enkels? Zijn stijver of wat? Mijn gewrichtjes in mijn voeten. Mm-hmm. Dat zijn een soort van, hoe die manueel fysiotherapeut dat vertelde, een soort van spalken. Mm-hmm. Dus op het moment dat mijn knieën naar voren gaan, mm-hmm. Moeten eigenlijk die gewrichtjes in je voeten meeveren. Yeah. Dus eigenlijk wat een holling in je voet is, dat moet een beetje inzakken, waardoor je enkel, het wordt nu een heel technisch verhaal, maar waardoor je enkel de vrijheid krijgt om als het ware je knie naar voren te laten gaan. Yeah. En omdat bij mij die holling zeg maar in mijn voet blijft, zet het als het ware mijn enkel vast, waardoor mijn knie niet ver genoeg naar voren kan. Waardoor jij dus niet diep genoeg kon zitten. Klopt. Ja, en wat dus voor mijn teamgenootjes bijvoorbeeld een rustige training was. Want je moet, dat weet jij ook, fanatieke trainingen afwisselen met rustige trainingen.
was het voor mij eigenlijk altijd intensief. Omdat ik mezelf dus elke keer in die houding drukte. Wat ik dus eigenlijk niet kon. En wat dus heel veel energie en kracht kostte. Mm-hmm. En wat heeft dat uiteindelijk voor gevolgen gehad? Want jij bleef jezelf maar pushen in die houding. Ja. En het is uiteraard, dat zie ik ook bij de mensen die ik begeleid, super belangrijk. Dat je ook die rust inbouwt. Ja. En uiteindelijk heb je die rust en vooral als topsporter. Omdat je veel topsporters de eigenschap hebben om te veel te doen. Heb je nog des te meer die rust nodig om goed te kunnen presteren. Ja. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor jou gehad? Uiteindelijk dat je bijvoorbeeld in wedstrijden in situaties komt waar je niet in komt als je in vorm bent. Mm-hmm. Dus bij shorttrack heb je toch ook te maken gewoon met de race elementen. Dus dat je dicht op elkaar zit, inhaal, manoeuvres, al dat soort dingen. En als je in vorm bent, dan zit je eigenlijk altijd op de goede plek. Je kan het niet uitleggen, maar het is een soort van Shinky Knecht en Suzanne Schulting. Dat zijn daar echt perfecte voorbeelden voor. Die zitten, die hebben gewoon een bepaald intuïtief antennetje dat ze gewoon eigenlijk precies weten op welke goede plek ze moeten zitten. En als er een valpartij is, dat je daar gewoon niet bent. Nee. Want je kan soms wel zeggen van shorttrack is misschien een geluksport of er komen zoveel dingen bij kijken. Wellicht, maar aan de andere kant, je kan dingen ook creëren. Mm-hmm. Of als je echt in vorm bent, dan zit je niet op de plekken waar valpartijen zijn. Nee. Of tuurlijk, je pech kan en dat kun je niet voorkomen, maar ik snap heel goed wat je bedoelt. Een stukje die flow waar je dan in zit. Ja. En meer dat vanzelf gaat. Klopt. En bij mij was het gewoon echt werken. En kwam constant in wedstrijden bijvoorbeeld. Of met trainingen. Dat ik gewoon, je kan het pech noemen. Maar eigenlijk is het geen pech. Weet niet. Ik geloof wel. In mijn geval was het echt wel gewoon over mijn kunnen gaan de hele tijd. Ja. Waardoor ik constant moe was. En gewoon niet in vorm was. Merk je, want daar ben ik dan nieuwsgierig naar, want dat heb ik zelf ervaren, dat je op een gegeven moment zoveel op je ratio aan het werken was. Dus in je hoofd, van ik moet trainen en ik moet. En dat je gevoel met je lichaam ook kwijt was. En dat juist het superbelangrijk is, merkte ik, als ik topprestaties wilde leveren, dat ik in mijn gevoel zat. En dat ik vanuit mijn gevoel handelde, in plaats van, ik zit nu in een positie om te winnen, dus hoe zal ik die sprint aantrekken? Nee, als je goed bent, dan trek je gewoon die sprint aan en win je die. Ja, klopt. Ja. Heb je dat ook ervaren? Ja, ik denk als ik het vergelijk met hoe het nu is. Mm-hmm. Want met de wetenschap van nu kan dat. Toen wist ik het natuurlijk niet. Maar toen was ik, denk ik, in mijn hoofd een topsporter. En nu ben ik Margriet. Ja. Dus toen was ik heel erg bezig met, wat hoort een goede topsporter te doen? Ik had ergens gelezen bijvoorbeeld dat in een artikel dat Rintje Ritsma ooit spaghetti at zonder saus en zonder gewoon neutraal. Dus ik dacht, dus dat moet je dus doen als topsporter. Dus ik ging in alles heel geforceerd eigenlijk. Doen omdat het moest. Ja, omdat dat schijnbaar. Ja. Of jij dacht dat dat zo. Ja, omdat je dan een goede topsporter zou zijn. Ja. In plaats van dat je gewoon doet wat goed voelt. Ja, dus voor de luisteraars. Ja, voor de luisteraars heel belangrijk. Doe wat bij jou goed voelt. Ja. En niet wat jij denkt dat goed zou moeten zijn. Of wat in het plaatje hoort. Maar bewandel je eigen pad, want dat brengt je het verst. Ja. Want uiteindelijk heb je het wel zover geschopt. Ondanks dat je lichaam niet voor shorttrack gemaakt was. Dat je wel in de race was voor de Spelen. Inderdaad. Als je het zo bekijkt, dan inderdaad wel. Als je erin zit, dan dan voelt het meer als een soort van falen. Of dat je juist totaal het niveau niet had. Of, mm-hmm, mm-hmm. Maar inderdaad, als je het dan weer vergelijkt met mensen erbuiten. En je daar afstand van neemt. Ja. Dan besef je eigenlijk, god, dat is eigenlijk best wel bijzonder wat we met elkaar allemaal hebben gedaan. Ja. Maar op dat moment snap ik uiteraard. Het is natuurlijk makkelijk zeggen. Ja, dan ben je de bewijzen van de mislukkeling van de groep. Ja, zo voelt het dan. Ja, dat is dan nog zacht uitgedrukt. Ja, I know. Ja. Maar neem ons even mee. Want dat is 2012 geweest, zeg maar. Die aanloop ernaartoe. Je hebt ruim met jullie team samengeleefd. Want shorttrack is niet alleen een individuele prestatie. Maar je werkt ook met een team samen. Ja, klopt. Je werkt daar bijna 4 jaar of 3 jaar naar de Spelen toe? Ja, uiteindelijk de Spelen van Vancouver, dat is eigenlijk een traject van 6 jaar geweest. Mm-hmm. Het was in 4 jaar inderdaad. In 2006 is er een
een internationale coach aangesteld. Dat is een Canadees, John Monroe. En vanaf dat moment zijn we ook allemaal, of nou ja, de top van Nederland zeg maar, is naar Heerenveen verhuisd. Om daar echt volledig voor de Spelen van Vancouver te gaan. En dat is toen eigenlijk inderdaad een traject geweest. Uiteindelijk waren we met 8 meiden en daarvoor mochten er 5 naar de Spelen. Of eerst moet je dan inderdaad als land plaatsen. En dan vervolgens, als je dan als land geplaatst hebt, dan is een interne selectie. Ja. Ja. En dan mogen daar 5 uiteindelijk naartoe. En, maar je woont samen, maar het zijn ook stiekem je concurrenten. Je traint samen. Of ja, het zijn ploeggenoten. Maar ja, ik weet niet hoe dat is gegaan. Maar voor mij voelt het ook meteen mijn concurrenten. Ja, nou, ik denk dat dat de kunst is van een goed team. Of in ieder geval van een coach die dat in goede banen kan leiden. Ja. Want je kan inderdaad denken van, oh, jij bent mijn concurrent, dus ik ga jou niks vertellen. Of ik zie jou dingen doen die wel anders kunnen, maar dat ga ik jou lekker niet vertellen, want daar word ik beter van. Ja. Maar eigenlijk is dat heel kortzichtig, want als ik jou beter maak, word ik geprikkeld om ook beter te worden. Of dan kan ik van jou leren, of dan zie ik jou dingen doen dat ik denk, hey, dat kan ik ook wel doen. Dus als team word je beter, en als je in een beter team werkt, ben je zelf ook beter. Ja. Of word je zelf ook beter. Ja. En dat is eigenlijk de kunst om in het teambelang te denken. Ja. In plaats van alleen naar jezelf. En dat is natuurlijk echt een enorme ook zoektocht met elkaar. Van hoe weet je dat je op elkaar kunt vertrouwen. En dat we er allemaal zo over denken. Want dat is wel een ding. Ja. Niet iedereen staat daar zo in. Nee. Of dat is misschien ook niet menselijk. Of als je helemaal in de top sport, dan is het gegeten worden of gegeten. Ja. Of eten of gegeten worden. En dan, het is wel een lastig iets. Maar dat kon hij dus goed om dat team te smeden. Misschien als ik zo terugkijk, was ik zelf denk ik te goed in of te goed voor een ander. En niet zo goed voor mezelf. En hoe bedoel je dat dan? Dat ik een ander het wel gunde om te winnen. Mm-hmm. En ik zat elke keer een beetje te, nou, ik was rond plek 4, 5, 6, 7 van het team. En als je eigenlijk de eerste, tweede of derde in het team was, dan was je eigenlijk altijd wel zeker voor plaatsing voor de World Cups. Yeah. En ik was elke keer een beetje een twijfelgeval. Dus ik ging in het team of tijdens trainingen altijd kopwerk doen. Want ik dacht van als ik in de training mezelf laat zien, dan, want ik kreeg tijdens de selecties of selectiewedstrijden te horen van mijn trainer van je hebt je nu al ertussen gereden, maar in de trainingen rij je die rondjes nog niet. Dus we vertrouwen niet erop dat jij het kan. Oh. Dus met als gevolg dat ik me dus in de training echt non-stop liet zien en kopwerk ging doen, waardoor die anderen dachten, leuk Margriet, leuk van je, doe maar hoor. Wij gaan er wel achter en dan we zien elkaar op de wedstrijd. Ja. Dus je bleef jezelf maar echt tot het naadje gaan. Ja. Met het feit wat je nu weet, dat je niet de juiste lichaamsbouw hebt, waardoor je al te veel deed. Klopt, waardoor ik tijdens de wedstrijd opgebrand was, of dat de ander net even wat meer uitgerust was, waardoor het eigenlijk al een onbegonnen missie was. Ja, want we hebben een vergelijkbare achtergrond, we zijn allebei op een boerderij opgegroeid. Ik hoor hier wel af en toe mezelf praten. Heb je het gevoel dat je dit van huis uit mee hebt gekregen? Van je moet ergens hard voor werken, anders kom je er niet? Ja. Nou ja, ik zie jou nu op een bepaalde manier kijken. Volgens mij is het een suggestieve vraag. Maar dat herken je dan denk ik wel. Vanuit de boerenachtergrond is het wel heel erg van hard werken en niks doen, dat komt in het woordenboek niet voor. Nee. En helemaal ontspanning, dat is eigenlijk verloren tijd. En dat verdien je pas bij wijze van als je heel hard, echt heel hard gewerkt hebt. Dat je totaal gesloopt bent, dan mag je misschien ontspannen. Ja, maar dan eigenlijk, dan moet je er wel echt helemaal af liggen. Ja. Want anders nog steeds niet. Nee, ik weet als ik bij mijn ouders vroeger niks te doen had, dan zei mijn vader altijd, kom maar mee naar achteren, ik heb nog genoeg dingen te doen. Ja. Oké, dus Ja, precies. Dus dat is heel herkenbaar. Ja. En uiteindelijk, want je hebt het zelf als het ware opgebrand, als ik jou zo een beetje hoor. Misschien is het een conclusie die ik nu na aanleiding van jouw verhaal trek. Ik denk het wel. Want ik hoorde ook in jouw documentaire
dat je ook op het einde last kreeg van veel blessures. Ja. Ja, klopt. Ja, eigenlijk gaf mijn lichaam, als je het metaforisch bekijkt, al echt zoveel signalen van Margriet, dit past gewoon niet meer bij je. Nee. Mijn lichaam, ja, van een gekneusde enkel tot schouder uit de kom, tot nek gekneusd. Allemaal door valpartijen en ja, gewoon je lichaam overbelasten als het ware. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ja, hoeveel meer signalen wil je nog hebben? Maar mijn hoofd die was zoveel sterker en die wilde zo graag een bepaald doel. En ik geloofde nog zo in een bepaald wonder van... Ik ja, ga naar nu, die spelen. Nu niet, maar nou, misschien gebeurt er nog iets waardoor het me nog wel gegund is. Ja, ja. Maar denk je niet achteraf gezien, hè, want je hebt een hele sterke mind. Dat op het moment dat je wellicht hè, wat meer rust had durven te nemen en misschien gewoon wat tactischer had getraind... dat je er dan meer uit had kunnen halen? Ja, denk ik wel. Alleen dat vertrouwen had ik toen niet. Nee, om te rusten. Om te rusten. Want ja. Ik had constant het gevoel, ik word niet gezien. Of ik laat me niet genoeg zien. Mm-hmm. Dus ik had juist constant het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen. Ja. Tegenover de trainer, als het ware. En werd het dan ook tegen je gezegd? He, wel het stukje van, je laat je niet in die trainingen zien. Maar zit er ook nog iets achter? Nee, volgens mij ja dat ik gewoon letterlijk bij selectiemomenten gewoon te horen kreeg van ja, je bent niet goed genoeg of je bent te zwaar. Of het was altijd wel een excuus waarom ze nog om me heen konden. Ja. Dus ik dacht, wanneer kunnen ze niet meer om me heen? Ja, dat is het als ik win. Dan kunnen ze niet meer om me heen. Maar ja, dat niveau had ik gewoon niet om te winnen. Ja. Dus voor mij was een plek 3 of 4 was het hoogst haalbare. Ja. Dus daar ging ik echt alles voor doen. Ja. En in mijn hoofd was dat door maar zo hard mogelijk te trainen. Ja. Terwijl, ja, inderdaad, rust nemen is misschien nog wel veel beter. Maar ik had ook echt, omdat ik dus die bouw... Ja, dus niet achteraf niet echt had ik ook echt heel veel training nodig om die techniek goed onder de knie te krijgen. Ja. Dus het was echt een, ja, eigenlijk een wanhoopspoging haast om maar zoveel mogelijk goed te doen. Ja. En ik me schuldig voelde dat ik, als ik rust zou nemen, dat ik dan achteraf dacht van, ja, zie je, ik heb er niet alles aan gedaan. Ja. Ja, omdat je dan je eigen schuldgevoel had. Ja. Dus wat je deed, je legde die lat zelf zo hoog, omdat je... Dus echt diep van binnen ervan overtuigd was dat de enige manier van was om dat te bereiken, om hard te werken, dan bereik ik dat. Ja, precies. Dus een patroon die je door je opvoeding hebt ontwikkeld. Wellicht, ja. Grote kans, ja. En dat is ook wel voor de luisteraars die nu luisteren. Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, ook gewoon in het dagelijks leven. De lat voor zichzelf zo hoog leggen en niet durven gas terug te nemen, want ze denken dat ze dan tijd verliezen. Ja. Ik denk dan dat ze juist tijd winnen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Door even gas terug te nemen. Dat is iets wat ik heel lastig vond. En stiekem nog steeds wel lastig vind. Dat ik merk dat... ook wel... tijdens het schaatsen was het altijd... Als je echt tegen het randje van... er net overheen van overtraind zijn bij wijze van of net niet. Dan voelde ik me het allerlekkerst. Dan was je gewoon haast in topvorm. En ja, ik merk dat nu nog steeds wel. Als ik zeg maar, zoals deze week dan toevallig net terug uit Milaan van een filmfestival. En heel veel lezingen gegeven deze week. Eigenlijk als je het zou vergelijken met een, iemand die, ja... Of als ik het tegen iemand zou zeggen, dan zeggen ze, nou, doe eens normaal, dit... Je moet even op jezelf passen, neem even rust. Maar nu voel ik me juist op het lekkerst, terwijl ik eigenlijk misschien wel echt heel erg moe ben. Maar gewoon dat gevoel van er alles uithalen en op het randje zitten. Ja, dat is voor mij het ultieme gevoel van leven of zo. Ja, het gevoel hebben dat je leeft. Ja. En wat doe je dan nu bijvoorbeeld om te voorkomen dat je... over dat randje heen gaat. Of dat je niet nu ook weer fysieke klachten krijgt. Of dat je echt vakantie nodig hebt, zeg maar. Of ga je alleen maar, wacht je daarop tot je echt vakantie hebt? En dan, Nee, want zelfs dan heb ik nog het gevoel van... oh, verdien ik het wel om vakantie te hebben? Serieus? Dat is ook eigenlijk best wel erg. Wordt wel beter trouwens. Ja. Maar ik doe iedere ochtend aan mediteren. Ja. En ik merk dat ik daar heel veel rust uit haal en heel veel inzichten en ook heel veel vertrouwen uit haal. Mm-hmm. Dus eigenlijk alle emoties of gevoelens die ik dan over een dag ervaar,
hetzij positief of negatief, kan ik daardoor nu gewoon accepteren en is het er gewoon. Mm-hmm. Waardoor ik daar niet mee in gevecht ga of ja, het is er gewoon. En probeer dan te kijken van, goh, wat vertelt mij dit gevoel of wat vertelt mij deze situatie? Ja. En wat kan ik daarmee en wat is daar mogelijk positief aan? Ja. Mooi. Ja, en dan is het informatie. Dan is het niet meer iets waar je stress van kan krijgen. Dan is het gewoon, oké, het is weer een soort van cadeautje of informatie waar ik mee verder kan. Ja, super mooi. Mediteren is echt zo waardevol dat je echt tot rust kan komen en ook minder oordeelt over jezelf. Ja. En, want dat doe jij ook. Ja. Ik heb heel veel aan mediteren. En ik hoorde jou straks ook al zeggen van, dat je 's ochtends ook gaat sporten. Ik heb ook echt een hele mooie ochtendroutine die mij gewoon ook helpt om gewoon met rust en rust te vinden gedurende, of ja, het rust geeft voor de dag. Ja. Ik weet niet hoe je dat ook doet, maar ik start mijn dag bijvoorbeeld ook eerst mediteren. Ik schrijf ook heel veel in de ochtend, maar ik ga ook mijn focus en mijn doelen bepalen, zodat ik, ja, weet je wel, als we ons gaan focussen op die to-do-lijst. Ja. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is die nooit af. Maar als ik me ga focussen op 3 focuspunten, die heb ik vaak al voor 10 uur gedaan. En dan is mijn dag sowieso geslaagd, want ik heb die focuspunten heb ik gedaan. Ja, mooi. Ja. Dus dan heb ik altijd een voldaan gevoel. Ja. Maar hoe ziet jouw ochtendroutine er nog meer uit? Een stukje mediteren, zeg je? Ja, ik probeer 20 minuutjes te mediteren en dan een soort van buikcircuit, een circuitje. Dus, ja. Buik, maar ook wel benen en billen. Dus als je dan squats doet en dat soort dingetjes. Ja. Het is echt maar 5 minuten. Dus het, eigenlijk stelt het helemaal niks voor. Nee. Maar door het iedere dag te doen, merk ik gewoon dat het gewoon nu op de lange termijn echt effect heeft. Ja. Ja. En ik word dan gewoon bewust van mijn lichaam of zo. Ik voel dan gewoon mijn lichaam. Ja, dan voel je weer je energie stromen. Ja, klopt. Cool. En wat ik daarna ook doe, of als ik dan een douche neem, dan douche ik ook koud af. Dat doe jij ook. Doe ik ook. Ja, dat vind ik echt super fijn. Dan is het gewoon, wat ik dan ook nog wel doe, is dan visualiseer ik dat die koude douche positiviteit is. We gaan nu wel heel ver. Nee. Maar dat doe jij ook. Dat doe ik niet, maar ik begin wel met visualiseren. Doe ik de dag en affirmaties. Oh, ja, ik heb heel mooi. Ja, maar dan zie je ook wat mind kan doen. Hè? Ja, want sowieso. Negativiteit is net zo waar als positiviteit. Ja. Dus waarom dan niet kiezen voor die positieve mindset? Ja, en van nature zijn wij er veel eerder op geneigd om. Gaat onze aandacht automatisch naar het negatieve toe. Yeah. En we vergeten, daar moeten wij meer moeite voor te doen om te focussen op het positieve. Dus op het moment dat je daar 's ochtends eerst meteen bij stilstaat, geeft meteen zo'n energieboost om gewoon op die positieve dingen te focussen. Dus dat is wel heel mooi dat het jou zoveel kracht geeft. Maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want deed je dit ook al tijdens je sportcarrière? Nee, nou dat koud afdouchen wel. Mm-hmm. Nou, dat buikcircuitjes en dat soort dingen natuurlijk ook. Of tenminste, dat was gewoon onderdeel van de trainingen. Ja. Maar verder dat mediteren niet. Nee. Is jammer is dat, hè? Want dat had je wellicht dan ook veel meer rust kunnen geven en ook weer die connectie kunnen maken met je gevoel. Wellicht. Aan de andere kant, misschien was ik er toen nog niet klaar voor. Nee. Ik weet dat ik tijdens mijn sportcarrière ben ik er heel veel mee bezig geweest. En heeft mijn mental coach destijds heeft dat heel erg gezegd van, Sanne, doe dat nou. Ga die rust nemen. En als het goed ging, dan deed ik dat. Ja. Maar op het moment dat ik het echt nodig had, had ik die rust niet voor daarvoor. Ja. Ik merk nu, misschien ben ik er nu wel helemaal klaar voor. Maar nu merk ik echt, als ik het niet doe, weet je wel, dat is geen optie. Dan doe ik het een minuut. Een minuut intunen op mezelf om mijn gevoel weer even te voelen van, oké, voel ik mezelf? Ja. En waar heb ik vandaag behoefte aan? Ja. En dat helpt mij dus ook heel erg, zeg maar, om de keuzes te maken die ik wil maken. Lastige keuzes maak ik ook vaak hierdoor. Ja. Of na een meditatie. Of het komt tijdens een meditatie op. Dus dat is wel echt heel mooi. Ja, mooi. Ja, super. Heel mooi. Maar eventjes terug, hè, want we zijn nu al naar het nu. Maar ik ben nog heel nieuwsgierig. Hoe het is gegaan, het moment. Wanneer wist je dat jij niet naar de Spelen ging? Achteraf had ik dat natuurlijk veel eerder kunnen weten. Maar ging ik niet naar luisteren. Want ik geloofde altijd nog in een wonder. En dat is misschien ook wel topsport eigen. Van als je daar heel realistisch misschien wel in bent, dan
kun je er überhaupt beter niet aan beginnen. Want topsport is niet altijd realistisch. Daar moet je misschien ook een beetje gek voor zijn. Of gewoon in het iets wat onmogelijk is, daar moet je in geloven. Anders lukt het misschien überhaupt niet. Maar we hadden de allereerste wedstrijd van het seizoen. Dat was in september, oktober van 2009. En de Olympische Spelen waren in februari 2010. En dus het Olympische seizoen begon. En in die zomer had ik een hele mooie zomer gedraaid. Eigenlijk boven verwachting goed. En dat mijn trainer ook zoiets had van, als je dit door kan zetten, dan kan het wel heel mooi worden. Alleen toen tijdens die eerste wedstrijd, wat eigenlijk de kwalificaties was voor de World Cups. En bij die World Cups kun je dan weer plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar tijdens die kwalificatie voor de World Cups ben ik gevallen en heb ik een hersenschudding opgelopen. Oei. En dat was eigenlijk al het moment van klaar. Nu is het klaar. Want als je al niet bij de World Cup zit, dan word je het gewoon niet. Want dan loop je al die hele voorbereiding mis. Maar goed, ik geloofde nog steeds in een wonder. Helemaal omdat ik gewoon zo'n fijne zomer had gedraaid. Ja. Dat ik dacht van ze weten wel wat ik kan. Maar uiteindelijk liep ik denk ik letterlijk ook een, als je het dan ook weer metaforisch gaat bekijken, letterlijk een hersenschudding van de klap van het niet halen van die World Cups. Ja. Dat ik daar gewoon ook letterlijk kapot van was. En dan begin je gewoon, omdat het een Olympisch seizoen is, nam ik niet die rust die uiteindelijk nodig was voor een hersenschudding. Want dat is ook wel weer persoonlijk, maar je moet toch echt wel minimaal 2 weken echt niks doen. Niks doen. Maar goed, een Olympisch seizoen is al het ergste wat er is. Dus het begon weer te snel. En toen viel ik van het een en het ander. En dus eigenlijk was het gewoon vanaf dat moment in september was het eigenlijk al klaar. Vanaf september al? Dan die wedstrijd eigenlijk. Toen was het eigenlijk achteraf gezien al klaar. Ja. Maar en wanneer heb jij dat achteraf gezien? Maar wanneer heb jij het moment, of wist jij het, dat het niet ging lukken? Of ging jij het pas echt inzien dat het ging lukken? Nee, dat was pas eigenlijk, ik denk pas een maand, anderhalve maand voor de Spelen. Oh ja. Het is eigenlijk best wel een lang verhaal. Misschien kan ik het even heel kort samenvatten. Was na die selectiewedstrijd, toen ik dus een hersenschudding opliep, 2 weken later stond ik weer op het ijs. Maar toen, dat was dus weer veel te vroeg. Toen kwam ik in de aanraking met een valpartij in een training, waardoor ik weer terug bij af was. Weer 2 weken rust, of niet rust, maar kon ik natuurlijk niet verder bouwen aan het gebeuren. Ja. Toen 2 weken later stond ik weer op het ijs. Voor de training gingen we boarding klaarmaken voor de trainingskussens op het ijs. Helemaal niks bijzonders. Maar gleek opeens uit, want dat deden we allemaal op onze schoenen. Op zich ook niks bijzonders. Maar gleek opeens uit, zwaaide ik mijn schouder uit de kom. Oh. Ook weer een klap dat ik dacht, mijn lichaam geeft weer wat aan. Yeah. Toch ook weer 2 weken wel een beetje rustig aandoen. Want ik kan met short track heb je ook een relay onderdeel, een estafette dat je elkaar moet duwen. Dus met een arm uit de kom herstellen daarvan is dat ook niet heel ideaal. Weer 2 weken later kwam ik weer op het ijs en kniste ik mijn enkel doordat een punt in het ijs kwam van mijn schaats. Dus dat zijn allemaal signalen van je denkt van hoeveel signalen wil je hebben? Ja. En toen bij die 5e keer uiteindelijk, toen had ik echt zoiets van lichaam, ik ga nu naar je luisteren en je bent duidelijk genoeg geweest. Ja. En, bizar, hè? Lichamelijke klachten, kwalen. Het komt vaak omdat je mentaal of in ieder geval fysiek niet uitgerust bent, dat het niet in balans is. Nee, klopt. En toen uiteindelijk had ik wel zoiets van maar zo wil ik eigenlijk ook niet eindigen. Ik wil nog wel gewoon iets van een mooie wedstrijd rijden om in ieder geval voor mezelf te weten dat het niet een cyclus is van 2 weken dat er elke keer wat gebeurt. Ja. Dus ik dacht van, oké, lichaam, ik heb je gehoord. Ik geef toe, ik ga stoppen. Maar laat me alsjeblieft nog het Nederlands kampioenschap rijden. Dat was dan tijdens de Olympische Spelen, maar dat was dan in Nederland. En laat me dat dan alsjeblieft gewoon nog doen. En ik vertrouw erop dat dat dan nu dan wel goed gaat. En toen een week voor het Nederlandse kampioenschap overleed mijn opa. En toen was dat eigenlijk ook wel best wel heftig.
Maar toen was het uiteindelijk ook wel, dat weet ik nog wel goed, toen uiteindelijk heb ik het NK nog wel redelijk af kunnen sluiten. En toen de medaille van het Nederlandse kampioenschap heb ik uiteindelijk bij de kist van mijn opa ingedaan. En toen was het letterlijk eigenlijk het afscheid van mijn opa. Ja, van je carrière. Die mijn medaille meenam. Naar beneden, ja. Ja. Oh. Dus het was wel... Het is wel een bijzonder afscheid. Ja, het was heel heftig. Oh. Ja. Zo had je er ook niet gehoopt natuurlijk. Nee. Oh. Het was zelfs nog zo, want heel veel wisten niet tijdens die wedstrijd dat mijn laatste wedstrijd was, omdat ik ook met mijn opa bezig was. Ik dacht, laat het allemaal maar even. Ja. En toen dacht ik, ik wil het gewoon even mooi afsluiten. Maar toen heb ik vervolgens 3 uur bij de dopingcontrole moeten zitten. Oh, ja, natuurlijk. Dat heb je. Dus het was eigenlijk allemaal een beetje... Het was niet zo leuk afscheid eigenlijk. Nee. Oh, dus, dat is wel bijzonder. Dat je op zo'n manier... het is echt 6 jaar naartoe hebt gewerkt, dat je dat op deze manier dan afsluit. Ja. En toen? Toen kon ik mijn studie internationale communicatie oppakken. En ik had sowieso bedacht, want ik had de studie 1,5 jaar stopgezet om volledig voor die Spelen te kunnen gaan. En ik had sowieso bedacht, als ik, los van of ik de Spelen zou halen of niet, wil ik gewoon het laatste jaar van mijn studie afronden. Gewoon mijn studie afronden. Ja. Dat kon ik doen in de vorm van een documentaire. En dan is de vraag, waar ga je het over doen? Ja. Op dat moment merkte ik wel van die nazorg voor sporters. Ik kon bijvoorbeeld eigenlijk nergens vinden hoe ik goed moest aftrainen. Want heel veel zeiden ook van pas op, je moet goed aftrainen, anders. Allerlei gevolgen zouden dan kunnen ontstaan. Maar eigenlijk kon ik dat nergens vinden. Of was nergens een handboekje van, als je dit doet, dan stop je gezond. Ja, nee, klopt. Nee. Ja. En die is er eigenlijk nog steeds niet, want ik kwam erachter dat het natuurlijk ook gewoon heel erg persoonlijk is. Want de een die heeft hier behoefte aan, de ander heeft daar behoefte aan. Maar goed, daarnaast merkte ik ook mentaal gezien dat mensen die niet uit de sport komen, het eigenlijk heel lastig konden te begrijpen. Want die hadden zoiets van, stop met je hobby, wat is het probleem? Ja. Dat hoef ik jou ook niet te zeggen. Het is een complete lifestyle waar je mee stopt. En dat wilde ik graag laten zien. Dus zo is eigenlijk het idee ontstaan om daarover een documentaire te maken. En die is echt heel mooi. Daar heb je ook een prijs mee gewonnen. Ja, uiteindelijk in Milaan tijdens het grootste internationale filmfestival op het gebied van sport. Dat is inmiddels precies 6 jaar geleden. En het bijzondere is dat ik nu afgelopen week daar weer heb mogen zijn. Ja, en je hebt iets mogen ontvangen. Ja, de organisatie die verraste me daar met een mention d'honneur. Dat is het chique woord, maar dat schijnt een soort van onderscheiding te zijn. En dat is dan volgens hen vanwege de spin-off die ik gecreëerd heb na de documentaire van 6 jaar geleden. Met dan het online platform xstopsporten.nl en het boek dat ik geschreven heb, Stoppen en Doorgaan. Ja, en dan de lezingen die ik nu geef op het gebied van transities. Mooi, dan gaan we zo meteen nog verder. Want dan ben ik heel erg nieuwsgierig hoe dat er precies uitziet. Je hebt echt een hele mooie rippel weten te veroorzaken. En daarom ook natuurlijk deze onderscheiding. Super mooi, mooi werk dat je levert. Dus die heb ik heel mooi verdiend. Kwam volgens mij wel als een verrassing zoals ik. Ja, absoluut. Ja, ze hadden me gewoon uitgenodigd. En het is op zich wel een mooi festival. Tenminste, in de zin van als je in de sport bezighoudt. Mensen van het IOC komen daar. Het is ook een organisatie, of het FICTS Filmfestival wordt erkend door het IOC ook. Ja. Er zijn ook workshops op het gebied van allerlei verschillende thema's. Paralympische sport, vrouwen in de sport. Dus op zich zijn het wel mooie thema's om ook met dat soort mensen in contact te komen en het daar met elkaar over te hebben. Ja. Dus voor mij was dat al voldoende aanleiding om met hen in contact te komen, met filmmakers uit de sport, met omroepen uit de sport wereldwijd. Ja, en toen ze dan uiteindelijk tijdens de ceremonie, het was deels ook in het Italiaans allemaal, het was in Milaan. En ze hadden die uitreiking voor de helft in het Italiaans en de helft in het Engels. Dus opeens zag ik mijn foto groot op het scherm en toen waren ze bij het Italiaanse deel en ik dacht,
wat is dit? Wat is er aan de hand? Dus ik dacht, wat gebeurt hier? En toen zag ik opeens iemand achter de coulissen van mij zo wenken van, kom nou naar voren, naar voren. En ik wist dus bij God niet, dat mijn Italiaanse niet zo heel goed, dat waar het voor was. Dus ik kwam daar naar voren. Toen kreeg ik opeens een medaille en een oorkonde. En ik bleek achteraf dan dat het daarom een mansion donor was. Ja. Oh, super proficiat ermee. Dankjewel. Ik ben heel erg nieuwsgierig, want in de documentaire sluiten jullie af met de woorden, er is wel degelijk iets als een zwart gat. Is dat zo? Nou, dan is de vraag, wat is een zwart gat, hè? Heb jij het zwarte gat ervaren? Wat is volgens jou het zwarte gat? Ja, ik kan hem niet heel duidelijk omschrijven. Dus ik ben benieuwd wat jij erbij... of jij die überhaupt hebt ervaren. Of hoe je daar om mee bent gegaan met het stoppen erna en wat toen. Ja, nou, ik denk dat misschien wel de kern is van wat is een zwart gat. Mm-hmm. En... dat heeft me eigenlijk ook wel doen inzien van om daar juist meer aandacht aan te besteden. Omdat helemaal 6 jaar geleden was het echt nog een soort van taboe. En was het iets van, dat is iets of een woord of een begrip waar je zo ver mogelijk vandaan moet blijven. Ja. En als je ook maar enigszins toegaf als sporter dat je ook maar iets van een soort van zwart gat ervaart. Dan is je rest van je carrière is voorbij. Want dan ben je die sporter met dat zwarte gat. Ja. En daar wil geen één bedrijf zich mee geassocieerd worden. Ja. Dus ik dacht van, daar wil ik gewoon wat mee. En dat wil ik bespreekbaar maken. Ja. Want eigenlijk iedere sporter die ik sprak, die stopte, had wel te maken met een bepaalde vorm van rouwproces. Ja. En of dat dan een zwart gat is, geen idee. Nee. Het is denk ik gewoon een hele mooie ontdekking of herontdekking van jezelf. Ja. En wat is daar mis mee? Ik denk dat je daar juist vanuit jezelf veel interessanter door wordt. En als je dat durft te doorleven, dat je dan een veel interessanter mens wordt. Ja, en dat is denk ik ook wat jij bedoelt en wat ik ook heb ervaren van, het is je identiteit op dat moment, hoe ik het zelf letterlijk heb ervaren, is gewoon, je werd geleefd door je trainingsschema. Ja. En dat trainingsschema bepaalt niet alleen mijn leven of mijn trainingen, maar eigenlijk heel mijn leven. Dus wat ik at, wanneer ik sociale verplichtingen kon hebben, waar ik was, die bepaalde mijn dagritme. Dus als ik zo terugkijk, dan heb ik wel heel veel moeite mee gehad van, wat ik letterlijk straks al tegen jou zei is, wat doe jij in het weekend? Normale mensen, wat doen die in het weekend? Dat heb ik echt, in het begin echt gedacht, dat wist ik niet. Weet je, en de vraag, en dat hoor ik bij jou ook een aantal keer terugkomen in die documentaire, maar hoor ik je nu ook zeggen, wie ben ik? Weet je, en ik merk wel, daar heb ik me altijd wel heel veel mee, ik ben heel goed mentaal begeleid geweest. Dus ik wist heel goed wie ik was en wat ik ook buiten mijn sport was. Alleen, wat ik jou ook af en toe hoor zeggen is, mijn gedrevenheid heeft ervoor gezorgd dat ik me volle bak in mijn maatschappelijke carrière ben gaan storten. En dan niet voor 50%, nee, voor 120%. Met het feit dat je gewoon überhaupt gewoon moet wennen aan... aan die verandering, aan het gewoon het werken, maar ook van, je wil toch sporten, maar wat voor rol krijgt sport weer in je leven? Ja. En dat is natuurlijk gewoon wat jij denk ik dus ook bedoelt van, hoe ga je met die transitie om? Ja, inderdaad. En je kan dat zien als iets heel engs. En ik weet niet waar ik uitkom, dus laat ik het maar negeren, want dan om een soort van controle te houden of zo. Maar aan de andere kant, Hoe mooi is het om dat te gaan ontdekken en te kijken wat voor potentie je jezelf hebt. Ja, dus naast hetgeen waarvan je dacht dat je heel erg goed was. Ja. Kan het ook iets heel moois zijn dat je je fanatisme juist gebruikt, wat jij ook al zegt. Gewoon om juist dat nieuwe stukje te gaan ontdekken. Ja, dat is altijd, ik vind dat heel mooi. En om dat stukje gewoon te ontdekken en gewoon, het leven is gewoon één mooi avontuur. En we klampen ons vaak aan vast van, ik ben dit en ik kan dit en verder weet ik het niet. Maar soms moet je gewoon gaan experimenteren en gaan ontdekken en uit je in beweging komen. Ik wil zeggen, uit je comfortzone is meteen zo groot, maar gewoon in beweging te komen van, wie ben ik nu? Ja, klopt. Dat heb ik toen wel ervaren. Ja. 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 Ja.
Ja, mooi. En ik denk ook, tenminste dat herken ik ook al vanuit mezelf, dat je de angst is dat je niet meer bent wie je was. Ja. Dus in het bedrijfsleven hoor ik dat ook wel heel veel terugkomen. Als mensen bijvoorbeeld of worden ontslagen of niet meer hun werk kunnen uitvoeren die ze deden. Dan ben je zogenaamd niet meer hetgeen wat je deed. Ja. Maar je bent niet meer de functie tussen haakjes. Nee, klopt. Maar als je kan zien dat je dat nog steeds wel bent, omdat je dat altijd hebt gedaan. Ja. Of dat je gewoon jezelf bent, dat eigenlijk meer als genoeg is. Maakt niet uit wat precies. Je doet. Nee, inderdaad. Ja. Het is gewoon een soort van eigenschap die je hebt meegekregen. En vanuit daar mag je gaan ontdekken wat je nog meer kan. Ja. Dus je hoeft er geen afscheid van te nemen. Nee. En het is ook geen falen. Het is gewoon een nieuwe ervaring die je opdoet. Ja. Ja, mooi. Cool. En hoe heb je dat zelf ervaren? Welk deel? Nou, het overgang, zeg maar, jouw zwarte gat. Nou, uiteindelijk is denk ik de hele productie van de documentaire, waar we uiteindelijk een jaar over hebben gedaan, is dat eigenlijk de hele ontdekkingsreis geweest van het nieuw uitvinden van wie ben ik zonder mijn sport? Ja. Yeah. En ik dacht altijd, omdat ik ook wel me daarnaast een beetje wilde verbreden als het ware, dat ik nooit echt me helemaal mezelf zag als het meisje dat schaatsen. Maar toen ik stopte, kwam ik eigenlijk achter dat ik dat stiekem toch wel had. En die documentaire heeft me juist wel doen inzien, juist ook omdat ik mezelf dan als personage kon gaan zien. Heeft me heel erg geholpen om daarin ongegeneerd die personage vragen te stellen, in plaats van dat het heel persoonlijk voelt. Ja. Dus dat heeft heel veel mooie inzichten gebracht. Ja. Een stukje verwerkingsproces geweest natuurlijk. Zeker. Ja. En wat heb je nu vanuit die periode geleerd? Eigenlijk wat jij net al heel mooi zei, van dat het genoeg is om gewoon te zijn. Eerder had ik altijd het gevoel dat ik een middel nodig had om goed genoeg te zijn. Dus achteraf gezien het schaatsen of als klein meisje had ik heel veel eczeem. En toen is eigenlijk ontstaan, een bepaalde droom of visie ontstaan van als ik dan de beste in iets word, dan ben ik mooi. Want als meisje met eczeem voelde ik me gewoon absoluut niet mooi. En toen dacht ik van als ik dan ergens iets heel goed kan, dan kan ik het compenseren. En achteraf gezien, nu ook door die documentaire en het schrijven van het boek, ben ik eigenlijk achtergekomen dat die middelen gewoon niet meer nodig zijn. En dat het gewoon voldoende is om gewoon te zijn. Ja, mooi is dat. Dat is heel mooi in zich. Want dat is, wij denken ook heel vaak, tenminste dat heb ik ervaren ook gewoon, we denken op het moment dat je ergens naartoe streeft, dat het ultieme geluk is. Ja. En dan ben je er nog. Ik weet nog letterlijk, toen ik de wereldbeker won en ik stond er op het podium, groot prijs. En toen dacht ik letterlijk, is dit het nou? Hoort dat zo te voelen? Echt, ik ben er gewoon, Sanne, verder. Ja, echt? Want hoe, wat? Ja, dat dacht ik echt, letterlijk zo. Gewoon, dat dacht ik, en dat ik, weet je, het verandert niks. Je bent nog gewoon steeds hetzelfde. Dus boeiend, maar dat, dat houdt ook in dat je dan niet geniet van die reis en dat je met het resultaat bezig bent. En dan heb je dat resultaat behaald, dan ben je eigenlijk teleurgesteld. Want dat gevoel is niet zo mooi. Dus dat is heel mooi wat je nu zegt, dat je gewoon kan zijn. Gewoon daarmee tevreden bent. En vanuit die basis, wat je nu doet in je huidige werk, dat je daardoor juist wel al gewoon tevreden bent met wat je doet en dat je daar nog mooiere dingen neerzet. Ja. Want je hebt een stabiele basis. Ja, want dat is inderdaad nu dat ze zegt, was ook wel een inzicht. Want ik merkte ook na het schaatsen nog steeds dat ik niet tevreden kon zijn met hetgeen wat ik deed. Ik was met heel veel dingen bezig, met presenteren, met boek schrijven, met van alles. Maar dan vergeleek ik me met de beste bijvoorbeeld. Het presenteren deed ik, maar ik was nog niet zo goed als Umberto Tan, bijvoorbeeld. Ik schreef een boek, maar ik was nog niet zo goed als de beste auteur van de wereld. Ik gaf lezingen, maar ik was nog niet zo goed als een speech van Obama, weet je wel. Al dat soort dingen ging ik mezelf gewoon helemaal gek maken. Maar zelfs ook al, en wat is de beste zijn? Maar ook al zou je dat misschien een keertje zijn, dan kun je altijd nog wel weer wat anders bedenken, dat er weer iemand anders beter is. Dus het is een, het houdt nooit op. Nee. Dus toen tijdens het mediteren ontstond er op een duur het inzicht van,
oké, hoe zou ik me voelen als ik dus schijnbaar een doel zou halen? Mm-hmm. En toen kwam ik eigenlijk achter dat ik dan tevreden zou zijn, want dan heb ik het gehaald. Ik zou verwonderd zijn, want ik dacht, wow, nou, dat heb ik gehaald, had ik mm-hmm. niet verwacht. En dat is heel erg, ben ik het daar natuurlijk vergeten. En ik zou dankbaar zijn, want dat je het dan haalt, dat is gewoon, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar toen dacht ik, als dat dus de eigenschappen zijn die ik dus schijnbaar in mijn visualisatie zou bedenken, als ik dat doel heb behaald, dan kan ik daar toch veel beter nu al mee beginnen, want dan heb ik dat doel niet meer nodig. Ja. Ja, en toen is eigenlijk het idee ontstaan, of gewoon het gevoel ontstaan van, goh, hoe zou het zijn als ik dus iedere ochtend wakker word of ga mediteren met dankbaar zijn, tevreden zijn en verwonderd zijn. Ja. En dat gewoon doet... Laten integreren in je systeem. Precies. Ja, precies. Als ik met die drie gevoelens gewoon iedere dag kan zijn, dan maakt eigenlijk ieder resultaat maakt niet meer uit. Ja. Nee, want je bent al wat je wilt zijn. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En heb je daar dan ook een bepaald plaatje in je hoofd bij? Van het stukje tevreden, verwonderd, dankbaar zijn, zeg maar. Dat, jij zegt, dat roep ik dagelijks op. Ja. En waarom ik dit vraag? Ik heb voor mijzelf bijvoorbeeld... Ik weet gewoon, als ik me daaraan denk, weet je... Ik ben gewoon op mijn best als ik gewoon speel als een klein kind. Ja. Als ik, en dan mijn plaatje daarbij is gewoon op het moment dat ik van een berg in de Alpen aan het rollen en aan het dansen ben door het lange gras. Weet je al, een stukje die vrijheid, die blijheid. Ja, je ziet het gewoon bij jou. Ja, dat zie je, ja. Dus daarom dat ik nieuwsgierig ben of jij ook daar een plaatje bij in je hoofd hebt. Dat je dat gevoel, dat je niet alleen aan het gevoel denkt, maar ook een plaatje... iets voor je beeld kan halen waarbij je dat gevoel automatisch oproept? Onbewust niet. Maar nu je er zo heel bewust naar vraagt, mm-hmm. misschien wel. Want nu jij, zeg maar, dan die bergen helemaal naar jouw gezicht nu. Het is jammer dat, daar hebben we wel beeld. Maar hier op de podcast, jammer dat dat, dat alleen geluid is. Maar dan heb ik wel, denk ik, een meisje die zo jippie roept. Ja, zo lekker. Ja. Zo'n energiek iemand. Ja. Mooi. Wat gaaf. Misschien leuk ook wel kinderlijk of zo. Ja. Maar ik merk dat sowieso. Op het moment dat ik weer terug kind kan zijn, dan laat ik al die zorgen van me afvallen. En dan ben ik aan het spelen. Ik zie het leven als een spelletje. Ja, mooi. En op het moment dat je het als een spelletje ziet, gewoon, ooit maak je... Je wint niet altijd. En ooit maak je een fout. En ooit moet je de gevangenis in om even te rusten. Weet je wat ik moet... Maar dan kijk je er ook luchtig naar. En ik denk dat wij veel te vaak dingen te zwaar maken. En heel serieus. Ja. Ja, het leven is gewoon super mooi. Ja. Wauw. Mooi. Ja, mooi. Ik vind het wel een mooie raakvlak hebben we. Ja. Dat is wel heel erg mooi. En nu, want je geeft, je hebt het boek geschreven. Dat is ook al echt een heel mooi proces natuurlijk voor jezelf geweest. Die documentaire heb je gemaakt. En je zei net ook al dat je regelmatig veel op het podium staat als spreker. Waar spreek je over? Waar spreek ik over? Eigenlijk probeer ik de mensen waar ik voor sta mee te nemen in mijn leven als shorttrack schaatser. Hoe dat toen was, hoe die droom voor mij was en hoe dat ontstaan is vanuit een klein meisje met eczeem die dus mooi wilde worden. Daarin neem ik ze mee. En dan vervolgens de boodschap dat ik niet de ideale bouw zou hebben om uiteindelijk mijn droom te kunnen halen. En wat gebeurt er dan? En op dat moment laat ik ze dan ook een compilatie van mijn documentaire zien. En ik zeg mijn documentaire, maar ik heb het samen met Tom Verheul en Ismael Lotz mogen doen. Vervolgens probeer ik ook aan het publiek te vragen van of ze herkenbare elementen erin zien, waarin we een soort van interactie aangaan. En dan uiteindelijk wat voor inzicht het mij heeft gebracht in wat in het moment een teleurstelling voelde en falen van het niet kunnen halen van mijn doel. Maar wat het me uiteindelijk wel gebracht heeft. En laatst heeft iemand mij geïnterviewd voor een kinderboek.
Je had een heel mooi cartoon eronder. Onder het verhaal. En er was een meisje die in de bergen stond. En die zegt van... Nou, ik had die bergtop als doel. Maar uiteindelijk heb ik vanaf hier een veel mooier uitzicht. En toen dacht ik... Wow, dit is zo typerend voor wat ik eigenlijk wil uitdragen. En waar ik voor sta. En ja, dat probeer ik dus zeg maar mee te geven. En dat iedere tegenslag of negatieve ervaring die je ervaart niet per definitie negatief hoeft te zijn, maar dat het puur informatie omvat waar je weer mee verder kunt. En als je daarnaar durft te kijken en kunt zien van wat, ja, wat er mogelijk positief aan zou kunnen zijn, ja, dan kun je daar hele mooie inzichten uit halen. Super mooi. Ja. En dat wil ik heel graag, of nou ja, dat probeer ik tijdens mijn lezingen zoveel mogelijk te verspreiden. En dat met mensen te delen. Ja, want dat is wel heel mooi, want wat je nu ook even zegt, is op het moment dat je blind staart op dat ene doel, op dat eindpunt, dat je misschien wel andere mooie plekjes of andere mooie dingen die ook net zo vet zijn, die je vergeet, niet naar kijkt. En dat je, dat die andere berg of dat andere plekje veel mooier is. Ja, wat wellicht niet die toeristische route is. Maar dat dat opeens een ontdekking is die nog nooit iemand eerder heeft gezien. Ja, en dat het je eigen ontdekkingsreis is. Oh, dat is wel heel gaaf. En hoe zie je jezelf de komende jaren? Wat zou je nog graag willen gaan doen? Of wat zijn je dromen voor komende jaren? Nou, ook dat wat ik eigenlijk geleerd heb van... mijn shorttrack tijd is eigenlijk... Toen had ik zo'n blinde visie op één ding. Dat ik daar nu juist een beetje voorzichtig mee wil zijn. Om me echt blind te staren op iets wat ik nu zou kunnen bedenken. Want misschien... Ja, daardoor zie ik misschien... toevalligheden zie ik misschien niet. Nee. Dus nu zou ik erg... waar ik nu erg mee bezig ben... Is gewoon te vertrouwen op... Het gevoel. Op het gevoel en juist op tevreden zijn, dankbaar zijn en verwonderd zijn. En dan kijken wat voor moois er ontstaat. Ja, want het is er al. Het is er al, ja. Ja. Supermooi. Oh, heel mooi. Margriet, waar ik normaal gesproken altijd mee afsluit, dat wil ik bij jou ook doen, zijn een aantal zinnen die je af mag maken. Dus ik start en dan mag je hem verder inzetten. Oké. Ik geloof in... Hoe lang mag ik erover nadenken? Ik weet niet hoe lang de luisteraars zijn daarna willen luisteren. Poeh, ik geloof in de kracht in jezelf. Mooi. Die heeft iedereen. Iedereen heeft mooi goud. Wat zeg je? Dat heeft iedereen. Vind ik wel. Iedereen, geloof ik in. Ja, iedereen heeft mooi goud in zichzelf. Ja, alleen sommige mensen durven het niet in te geloven. Nee, klopt. Ja. Ik wens de wereld. Ik wens de wereld te vertrouwen in die kracht die ieder in zich heeft. Oh ja. Ik vind ook echt, mensen mogen zoveel meer in hunzelf vertrouwen. Ja. En het komt wel goed. Op het moment dat je tevreden bent met jezelf, dan kan je zoveel meer als dat veel mensen denken. Zeker, ja. Ik ben dankbaar voor... Ik ben dankbaar voor... het leven wat ik nu mag ervaren met lieve mensen om me heen. Mm. Mooi. Super mooi. En we hebben nu echt een heel mooi gesprek gehad. We hebben super... Ja, dankjewel hiervoor. Jij ook bedankt. Graag gedaan. En als de luisteraars, wat zou je nou voor mooiste afsluitende inzicht... of van het verhaal wat we nu hebben verteld of wat jij hebt verteld... wat is denk ik het belangrijkste voor de luisteraar mee te nemen? Ik denk alles wat je ervaart, hetzij iets heel negatiefs of hetzij heel positiefs, dat het mooi zou kunnen zijn als je kan kijken ernaar van wat vertelt mij deze situatie
en wat daar mogelijk positief aan kan zijn. En voor mij zijn dat echt de twee vragen die mij in heel veel situaties, of misschien wel in alle situaties, gewoon heel veel steun geven. Dus wat vertelt deze situatie? En wat kan voor positiefs kan je eruit halen? Ja. Heel mooi. Supermooi. Dankjewel, Margriet. Waar, als de luisteraars nu denken, waar kan ik meer informatie over jou vinden? Dat kan op extopsporten.nl. Dat kan op Instagram op margrieteschutter.nl. .nl zeg ik, op gewoon Margriet de Schutter. Maar toevallig ook margrieteschutter.nl, dat is ook een website. Ook je website, ja. Dat is gewoon eigenlijk je naam om in toe te stellen. Ja, klopt. Ja. Helemaal goed. Nou, mooi, dankjewel. Jij ook bedankt. Dank voor het mooie gesprek en de mooie vragen. Ja, jij dankjewel. Mooi. Dankjewel voor het luisteren. Dit was weer echt een tof interview. Ik heb er weer heel veel waardevolle inzichten uitgehaald. Mocht jij nog iets voor mij willen doen, want ik zou het leuk vinden als nog meer mensen naar mijn podcast gaan luisteren, zou ik het tof vinden als je voor mij een review schrijft en of deelt op social media. Tag me gerust en ik vind het enorm leuk om jullie reacties te lezen. Dus dank je wel hiervoor. En mocht je een specifieke vraag of nieuwsgierig zijn naar een bepaalde gast, stuur me gerust een berichtje via social media. Nou, jullie kunnen mij vinden op Sanne van Paassen. Fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei!